In het Quatta Sportcomplex in het district Wanica zijn gisteravond meer dan 1250 grondpapieren uitgereikt door het ministerie van RGW. Zo probeerde de overheid de jarenlange achterstand van grondaanvragen in te lopen. RGB-minister Roline Samsudin gaf aan dat ze 3 maanden geleden reeds in Wanica was voor het uitreiken van grondpapieren. Vanwege de vele aanvragen die nog niet behandeld waren, was het nodig het district weer aan te doen. Er liggen namelijk nog een aantal duizend aanvragen die in fasen behandeld zullen worden. Bika Wanica, now of the more big district, they live Paramaribo, or Paramaribo na hoofdstad. Maar Wanica, now of the more big district, and more furusma etang in a district dati. En des madati, ook toe, de moest roko giden toekomst. En a regering, lek van meneer Chotkantaki, a promis a volk, dat ou doen best voor tjara welvaart, nanga a welzijn voor a bevolking, tap wa moro he niveau. En te tak dati, welvaart en welzijn, dan een losande sa imus dugi a volk. En te wan bou je toekomst, da amoro prins parisani na je grong. En je osso. En de regering het doet moeite voor bouwden osso. Maar ik kan rekenen dat wan zo'n achterstand voor zo many 20 jaar. De regering net door snel. Maar we sabi tak boom voor ons maar en Wanica na wafden district zijn de na festival atori dat dat den voorouders voor nu de be afvoer grong in na ten voor a emigratie den Biden grong den Rokofeng trouwen kies wan pisi voor landi en den Roko den grong en de ontwikkela grong. Samsudin gaf verder aan dat alle grondbeschikkingen die er lagen uit de kast zijn gehaald. Ze vroeg om wat geduld aan degenen die hun naam nog niet hebben gezien op de Facebookpagina van het ministerie. RGB heeft nu een systeem waarbij de vele loperijen omzeild worden. Toch reageren sommige mensen niet wanneer ze gebeld worden door een functionaris van het ministerie. En met Taiwansani, tel des mafu RGB e belio. Dat je moest een verklaring kon. Je na zo'n nationaliteitsverklaring. Hoe reageer je? Zo'n historie nog het kon. Maar smaak de, voor zijn abende moro voor u, maar no no de, den bel het de. Dat was smaak op belding. Dat meneer Kobus, uw beschikking is klaar. Maar u moet vanmiddag 5000 SRD brengen. Dan krijgt u uw beschikking. En op die telefoon reageren die mensen wel. En moet hij des maar dat naar voerman, want altijd met elkaar de malafide die ze, maar moet hij het hier naar voerman. Unom reageert op des maar dat hij. Zolang we een smaak je moet zoveel duizend brengen. Moet je niet gaan naar die persoon. Je moet niet reageren. Ga naar de politie en doe een aangifte. Want me weer in Futakasani. En die dit toch een vrouw kon krijgen. Takapai 2000 en een man accent 3000. En toch aan is je in ding op haar Facebookpagina. Tot zover minister Samsudin van RGB gisteravond de Wanica, waar ze ruim 1200 grondbeschikkingen heeft uitgereikt. Ze gaf aan dat het geen propagandastunt is, maar een daadwerkelijke stap om de mensen aan een stuk grond te helpen.